jij. 1 naar rechts, 1 naar links, 1 naar rechts, 1 naar links. Oeh. En andersom. Hanna, Hanna, hey, Hanna. Wat is er? Oh, typisch, je staat hier weer wat te dansen terwijl we iets belangrijks te doen hebben. Straks is het kerst en we moeten nog van alles regelen. Wat dan, Julian? Mag je niet dansen met kerst? Ik begrijp je niet. Nee. Eerst even iets anders, Hanna. Krijg ik alles wat op het kerstverlanglijstje heb staan? Of niet? Vertel me dat eens. Hoe moet ik dat weten? De kerstman heeft mij niet teruggeschreven, hoor. En met jouw gedrag krijg je helemaal niets. Oh, altijd hetzelfde. Typisch dat je me niet kunt helpen. Dan dans maar wel lekker verder, hoor. Hoe ziet ons huis eruit? Nog niks kerstmisachtig. Als de kerstman hier komt, dan komt hij door de deur of het open hart. Of nee, die hebben we niet. Maar nou ja, dan gaat hij in ieder geval direct weer weg. En dan krijgen we niets. Voor versieringen zit toiletpapier. Oh, het moet er hier veel kerstachtiger uitzien. Zodat we ook onze cadeautjes krijgen, vooral ik dan. Het moet iets groot zijn hier. Julian, als je groot moet, dan naar boven, oké? Okay? Je weet waar de wc is. Wat? Groot? Nee, nee. Ik bedoel, er moet hier iets groots komen. Grandioos. We moeten het geweldig versieren hier. Papa, even eerlijk. Het is bijna kerst, hè? En het ziet er hier uit alsof het bijna... Het ziet er hier uit alsof het bijna kerst is. Het ziet er meer uit alsof het halverwege de herfst is. Begrijp je wat ik bedoel? We moeten het hier nodig gaan versieren. Kerstig maken. Zodat de kerstman hier ook wil komen. En we veel cadeaus krijgen. Oké? Okay? Oh, Julian, niet jij ook al. We hebben nog een paar weken. Op een lijstje staat alles wat we nodig hebben. Dat zei ik je moeder ook al. Oh ja, typisch weer. Alles maar sussen. Dat is gewoon omdat je enkel weer sokken krijgt voor kerst. Nee, we moeten de boel echt goed versieren, zodat we ook coole cadeaus krijgen. En de kerstman echt komt. Duh. Julian, dat heeft daar niets mee te maken. Daarvoor moet je je gewoon netjes gedragen. En dat is bij jou niet mogelijk. Nou goed, het lijstje ligt in de keuken als je het per se moet weten. Laat je maar rustig tv kijken, ja? Oh. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Je moet hier ook echt alles zelf doen. Oh. Oké, ik heb het lijstje gevonden. En wat staat erop? Oh, ik kan niet lezen. Oh. Papa. Ha. Je weet dat ik niet goed kan lezen. Kun je het lijstje voorlezen alsjeblieft? Hier is hij. Geef me hier. Pas op jou is echt zo vermoeiend. Ik ben dan altijd kapot. Geen idee waarom. Eens kijken. Wat staat erop? Kerstboom. Ballen. Decoratie. Koekjes bakken. Ja, standaard dingen eigenlijk. We hebben nog geen kerstboom. Ik dacht, die staat gewoon in de garage. Hoewel, waarom zou die... Oh, we hebben dringend een kerstboom nodig. Julian, laat dat maar aan mij over. Ik zorg daar wel voor. Ik zorg altijd voor de boom. Dat zie ik, ja. Je doet dat echt heel goed, moet ik zeggen. TV kijken op het tablet en dan wil je ook nog Minecraft spelen. Denk toch eens aan de kerstboom en aan kerst. Oh, zelfs dit moet ik zelf regelen. Werkelijk waar. Ben je nog te jong voor? Die jongen, echt waar. Julian, ga toch naar je kamer en speel met je tablet. Van mij mag je. Laat mij in ieder geval met rust. Oh. Wedstrijd is al halverwege en ik heb er nog niets van gezien. Daar. Het is al 1-0. Dank je, Julian. Bedankt. Zal ik om Stefan bellen? Nee. Die zegt dan tegen papa. Ik bel gewoon met Julius. Ja. Hi, met Julian. Oh, je hebt mijn stem niet herkend. Zeg Julius, we hebben hier nog een kerstboom nodig. En papa regelt die, dus dat moeten we zelf doen. Hij is te lui. Laten we afspreken. Ja, hier achter mijn huis, bij het bos. Ja, laten we daar afspreken. Oké, tot zo. Als ik nu naar buiten ga, dan weet hij direct dat het om de kerstboom gaat. Ik moet op de een of andere manier langs hem zien te sluipen. Hij kijkt tv, super, en ik moet naar de garage. Oh, ik moet dat zo doen als zo'n agent, zo'n spion. Zo over de bodem glijden. Hartstikke onopvallend. Julian, wat doe je daar? Wil je de vloer schoonmaken of zo? Met je trui? Oh, nee, papa, tuurlijk niet. Ik wilde zo'n legeroefening doen. Want straks is het kerst, eet ik veel, kom ik aan en moet ik sporten. Dat zou je beter ook doen trouwens. En hoe gaat de wedstrijd? Julian, het lukt je 2-0? Oh, super, bedankt Julian. Nu heb ik het weer een goal gemist. Dat spijt me, papa. Kijk helemaal verder naar de wedstrijd. Laat maar niet op mij. Ik ga gewoon naar boven. Naar boven, echt niet. Ik ga naar de garage en dan naar buiten. Oh, super, ik heb perfecte gereedschap. Daarmee kan ik een boom vellen. Dan krijgt hij niet onder mijn trui. Dat is ook wat gevaarlijk. Hoe smokkelijk dat nu langs papa? Ik loop hier gewoon, er is niets aan de hand. Gelukt, perfect. Oh, maar ik kan niet zomaar verdwijnen, want dan belt papa weer de politie en dan zegt hij weer typisch Julian. Ik moet hem zeggen dat ik even weg ben.
Ik moet echt een goede smoes verzinnen. Iets geloofwaardigs. Papa, ik ben even weg. Ja, prima. Maar zorg dat je terug bent voor het donker wordt. Oké, dat was simpel. En nu op Napos, jullie zuster vast al. Oh, blijft jullie dan toch? Ik sta hier al een eeuwigheid te wachten. Eerlijk gezegd vind ik een bos toch altijd een beetje griezelig. Net als bij Hans en Grietje. Er zijn hier vast heksen. Oh, perfect. Hey Julius, je bent er al. Hey. Julian, wat doe je daar? Wat heb je in je handen? Oh, sorry, zeg me niet dat ik je nu bang heb gemaakt. Dat is niet voor jou. Julius, dat is een zaag. Die hebben we nodig voor de boom. Wat moet ik anders? Een boom omschoppen? Ik ben sterk. Ja, maar ook niet zo sterk, hoor. Ah, oké. Ja, dan moeten we eerst de juiste boom vinden. Kom, laten we eens kijken wat er zo al staat. Nou, één ding is zeker. We hebben de mooiste boom nodig, zodat ik ook een cool cadeau krijg. Alle cadeaus eigenlijk, die ik me gewenst heb. Julian, wat vind je van deze boom hier? Die is cool, of niet? Oh, en je kunt er ook heel goed in klimmen. Zoiets is toch geweldig? Julius, je snapt er ook niets van. Een kerstboom is toch niet om in te klimmen? Als je erin kunt klimmen, dan is die niet goed. Sorry, je moet er cadeautjes onder kunnen verstoppen. Oh, zo, ja, tuurlijk. Dan kijken we verder. Wat vind je van deze boom hier? Die is echt groot. Daar kun je heel veel cadeaus onder verstoppen, toch? Als ik me dat zo voorstel, moet ik zeggen, dat lijkt me echt geen verkeerde boom. Er passen in ieder geval heel veel kerstcadeautjes onder. Hoe zou dat eruit zien in de luxe villa? Hoewel, als ik het zo bekijk, dat past nooit bij ons. Jammer, ik vond deze echt super. Als wij nog een kerstboom nodig hadden, dan had ik deze gekozen, denk ik. Huh, wat? Jullie hebben al een kerstboom? Oh, geweldig, we zijn echt de laatste. Oh, en die boom dan? Die ziet er echt goed uit. Julius, dat is hem. Dat wordt hem sowieso. Dat is een echte kerstboom. Die herken ik nog met mijn oog dicht. Ja, dat is toch geweldig of niet dan? We moeten hem alleen nog omhakken. Oké, ik doe mee. Wat moet ik doen? Ik zag hier een boom en als die omvalt, dan moet jij hem opvangen, oké? Oké, duidelijk. Dat doe ik. Begin maar. Ik heb hem. Heb je hem? Ja. Oh, dat was simpel. Oké, nu moeten we hem alleen nog thuis zien te krijgen. Oké, ik trek en jij duwt, oké? Oh man, die gaan echt opkijken thuis. En papa gaat echt trots zijn op mij, omdat hij het gewoon een wedstrijd kan kijken, want hij hoeft geen kerstboom meer te halen. Hey papa, ik ben thuis. Ik heb ook iets meegenomen. Kijk eens meneer Vogel wat we hebben. Hoezo wat jullie hebben? Julian, je wilt me vast wel afleiden en zeg me niet dat jullie iets van buiten hebben meegenomen. Julian, dat kan toch niet? Zeg, wat moet dat hier? Julian, je hebt toch niet genoeg zakgeld om zoiets te kopen? Oh nee, zeg me niet dat je die boom gekapt hebt. Dat mag niet, dat kun je niet maken. Jawel, dat mag ik wel. Dat heb ik ook gedaan, ik heb hem omgezaagd. Later word ik boomveller, papa. Ja, professioneel. Boomhakker? Julian, oh, dit is weer zo typisch, Julian. Je mag dat niet doen. We kopen een kerstboom. Je kunt die niet zomaar uit het bos gaan halen. Dat is verboden. Dat mag niet. Oh, papa, leg mij dan maar eens uit wat je anders met een zaag moet doen. Waarvoor heb je anders zo'n ding dan een boom te kappen, hè? Oh, waar heb ik dit toch aan verdiend? Julian, je krijgt met de dag gekkere ideeën. Hoe kom je daar toch altijd op? Nou ja, de boom kan maar beter hier blijven.